Sissy van Marksveld, ik weet dat niet iedereen haar kent, is de schrijfster van bekende boeken als Joop ter Heul, de Joop ter Heul serie en Een Zomer Zotheid. En Sissy van Marksveld was een heel bescheiden auteur. Hier is haar foto. Als je haar vroeg wat ze van haar eigen werk vond, dan antwoordde ze dat ze haar meisjesboeken alleen maar schreef omdat het zo ontzettend leuk was om allerlei zottigheden te bedenken. En in verschillende interviews, die je trouwens bijna, maar niet allemaal via Delver kunt vinden, presenteerde ze zich bovendien altijd als een Amsterdamse dame uit betere standen, die in haar vrije tijd voor haar plezier luchtige meisjesboeken schreef, zoals andere dames misschien met waterverf stoeiden of zich met liefdadigheidswerk onledig hielden. De meeste interviewers gingen daar grif op in, op die dergelijke uitspraken. En zo omschreef Albert Strenghold, de hoofdredacteur van het tijdschrift Astra, van Marksveld in een interview uit 1928 als een dochter van welgestelde ouders die voor de finishing touch naar Engeland was gestuurd. En inmiddels was ze, zoals Strenghold schreef, het dappere huisvrouwtje van een Amsterdamse zakenman die in het zogenaamde concertgebouwkwartier woont en die dagelijks flaneert langs de boekhandel waar vaak haar boeken de etalages sieren. En op Strengholds vraag of Van Marksveld nog wel eens een echte roman wilde gaan schrijven, en u moet bedenken dat ze toen al minstens 13 romans op haar naam had staan, antwoordde ze, en ik citeer weer, nee, eerlijk niet, ik verlang alleen naar een grote autotocht met een eigen auto door het zuiden van Frankrijk of door de Sahara voor mijn part. En het interview eindigt dan met de volgende uitroep van Van Marksveld. En nu heb ik er genoeg van. Ik ga met je dochter spelen. Dat is wel zo interessant. Van Marksveld benadrukte in het openbaar bovendien graag dat ze alleen dan schreef als de kinderen naar school waren en het huishouden aan kant was. En zo noteerde een journalist van de Haagse Courant in een interview dat op 6 november 1935 verscheen, en ik citeer weer, de schrijfster is van mening dat de getrouwde vrouw en moeder, buitengewone omstandigheden daargelaten, haar volle geluk en bevrediging kan en moet vinden in haar zorgen voor gezin en huis. Wie tijd en energie overhouden, kunnen die haars inziens besteden aan lezen, handwerken, ontwikkeling en maatschappelijk werk, alles in huis mogelijk, althans zonder haar aandacht en persoonlijke aanwezigheid daarvan te veel of dringend weg te leiden. Einde citaat. En als Van Marksveld door journalisten werd gevraagd of haar romans nu eigenlijk biografische aspecten hadden, dan antwoordde ze volmondig met ja. Dan zei ze ja, ze was deels Joop ter Heul, maar ook voor een deel Joops zus Julie. En dan zei ze ook dat Jut uit haar boek De Stormers uit 1925 haar zusje had kunnen zijn en Babs uit het boek Kwiksilver uit 1926 was haar evenbeeld. Nu is het interessante dat al deze personages afkomstig zijn uit een hoger middenklasse milieu. En dat is nou precies wat Van Marksveld niet was en eigenlijk ook nooit werd, maar hoe ze zich dus wel aan de buitenwereld presenteerde. Ze was zelf als Setske de Haan, precies Van Marksveld was een pseudoniem, op 24 november 1889 geboren in het Friese plaatsje Oranjewoud. En ze was de dochter van Vroukje de Groot en Inse de Haan. En Inse de Haan was het hoofd van de openbare lagere school daar in Oranjewoud. Haar vader was afkomstig uit een arbeidersgezin in een klein gehuchtje bij Beetse Zwaag. En de vader van haar moeder had een kleine kuiperij in Gorredijk. Eens even kijken. Ja, dat zijn haar ouders. Dus, niet uit een heel rijk milieu, zo te zien. Haar ouders kwamen dus ook uit de Friese Zuidoosthoek
En ik weet niet of u dat wat zegt, maar dat was aan het eind van de 19e eeuw een ontzettend arme streek. En een groot deel van de bevolking daar probeerde de kost te verdienen met het steken van turf. En dat was ooit een lucratieve bezigheid geweest, maar aan het eind van de 19e eeuw kon je daar echt nauwelijks van leven. Nou, bijna niet van rondkomen. En Inse de Haan, die ontsnapte aan die armoede door, zoals veel jongens in die tijd deden, door onderwijzer te worden. En hij haalde ook nog zijn hoofdakte. En hij begon zijn loopbaan in hele kleine dorpjes als Nijbeets. Maar in 1887 kreeg hij dus die aanstelling als hoofdonderwijzer in Oranjewoud. En hier zien we, daar helemaal links staat Inse de Haan. En in de middelste rij, het langste meisje, dat is zijn dochter. Dat is Sissy van Marksveld, Setske de Haan dus. Nou, Oranjewoud, of zo'n plaats, zo'n functie in Oranjewoud, was een soort hoofdprijs. Want Oranjewoud, ik weet niet of u het kent, dat is nu nog steeds een tamelijk rijk dorp, maar dat was het toen ook. Het was echt een rijke enclave in de arme Veenstreek. En er woonde een flink aantal grootgrondbezitters en tenminste één adellijke familie. En hoewel het gezin de Haan nooit tot de kennissenkring van die rijke families kon horen, en al helemaal niet tot de adellijke families, hadden ze daar wel banden mee. Maar die banden die hadden vooral met de economische afhankelijkheid te maken. Want het bestuur van die openbare lagere school van Oranjewoud bestond uit leden van die rijke families. En waren dus eigenlijk Inse de Haans werkgevers. Nu is het zo dat die personages waar Van Melkstad zich mee vergeleek, zoals Jut uit de Stormers, die stonden dan wel op een soort vriendschappelijke voet met de plaatselijke adel. Wat Van Melkstad zelf dus nooit deed. En Jut is dan bovendien de dochter van de burgemeester van een kleine stad in Friesland. En van een mondaine, rijke Amsterdamse. Dus van een zusterschap van Van Melkstad en dit personage was echt geen sprake. Ook van Marksveld's verwering in al die interviews dat ze het schrijven gewoon als een hobby beschouwde, berust niet echt op de werkelijkheid. Ze was een zeer gedisciplineerde schrijfster, wat ik al zei. En in haar korte leven, ze is niet ouder geworden dan 58 jaar, heeft ze 26 romans en tientallen korte verhalen gepubliceerd. En hier is een klein overzicht van al die boeken. Bovendien was ze lange tijd de kostwinster van haar gezin, dat uit haarzelf, haar man en twee zoontjes bestond. Goed, in al die openbare interviews, maar ook in een autobiografisch essay dat ze in 1930 publiceerde, deed Van Marksveld dus iets merkwaardigs. Ze maakte altijd haar achtergrond hoger of voornamer dan die in werkelijkheid was, terwijl ze tegelijkertijd haar werk naar beneden haalde. En de grote vraag is, en het is een vraag, ik heb een biografie over Van Marksveld geschreven. En in die biografie heb ik die vraag als mijn leidraad gebruikt. Goed, om te beginnen met die sociale status. Dat Van Marksveld haar achtergrond altijd hoger maakte dan die was. Kun je terugvoeren op de ambities van haar ouders en vooral van haar vader. Hij wilde namelijk niets liever dan dat zijn dochter nog verder op de sociale ladder zou stijgen dan hij. En daarom liet hij haar ook inschrijven in 1903 op de driejarige HBS in Heerenveen, vlakbij Oranjewoud. En die verliet ze in 1906, helaas zonder diploma. Wat ze daarna deed is tamelijk onduidelijk, maar waarschijnlijk bleef ze gewoon thuis bij haar moeder. En dat was absoluut tegen de zin van haar vader. Die wilde namelijk dat zijn dochter haar MO Engels zou halen en dan zou ze het middelbaar onderwijs in kunnen. Nou, in deze tijd bestond nog geen MO-opleiding. Je kon wel een MO-examen afleggen, maar dan moest je een tijdje in Groot-Brittannië hebben gewoond. En daarom vertrok Setske in 1908 naar Engeland. Ze ging eerst naar Coventry, waar ze als au pair ging werken, bij een artsengezin, maar dat werd geen succes. Het grote probleem was namelijk dat Setske, die het toch blijkbaar al wat hoger in haar bol had, daarvan was uitgegaan dat ze als een soort gezelschapsdame in dat gezin zou werken en dat ze samen met haar werkgeefster
samen met de werkgeefster Quatremain zou spelen en Franse boeken zou lezen en in het Frans zou converseren. Maar niets bleek minder waar te zijn. In plaats van al die Franse conversaties en Franse boeken te lezen, moest ze op het verwende tweejarige dochtertje van het gezin passen en ook lichthuid huishoudelijk werk doen, wat zeer tegen haar zin was. En het ergste, het allerergste vond ze nog dat haar werkgeefster haar, notabene de dochter van de hoofdonderwijs van Oranjewoud, als een provinciaaltje beschouwde en voortdurend Setske's tafelmanieren en haar kleren becommentarieerde. Nou, gelukkig, na een hele ellendige maand, of anderhalve maand, vond iedereen dat dat zo niet langer kon en dat de situatie moest veranderen. Nu had haar werkgeefster een schoonzus die directrice was van een kostschool in Bath. En na enige beraadslaging met die zus en ook met Setske's ouders werd besloten dat ze op 1 september 1908 in de kostschool werd opgenomen. Nou, dat was een behoorlijk belangrijke stap en vooral een financieel moeilijke stap, maar blijkbaar vonden haar ouders het zo belangrijk dat ze het daarvoor over hadden. Of dat ze het geld daarvoor over hadden. Nou, en in Bath weten we, dankzij een dagboek, even kijken, is ook gepubliceerd inmiddels, hoort tot het publiek domein. We weten dat ze het daar echt enorm naar de zin had. Ze hield er opeens van om te leren, eerder nooit. Ze was dol op de leraressen, ze vond de andere leerlingen echt geweldig. Ze speelde toneel, ze gingen naar toneel, ze gingen naar concerten. En ze genoot zelfs zozeer dat ze vanaf januari geen dagboek meer bijhield, helaas. En in Coventry deed ze dat dagelijks of twee keer om de hart te luchten. Hier is een mooie foto van Sissy. Ik denk dat dat omstreeks deze tijd was. Een officiële foto. En dit was de kostschool waar ze naartoe ging. Het gebouw bestaat helaas niet meer. In de zomer van 1909 keerde ze terug in Oranjewoud. Maar met dat hele MO-examen werd het niets. Dat wou ze eigenlijk helemaal niet doen. Ze werkte toen korte tijd bij de Dagse Courant, waar ze alleen administratief werk mocht doen. Dus daar gaf ze na een paar maanden ook al de brui aan. En dan komt er weer zo'n periode waarvan we niet weten wat er gebeurde. We weten alleen dat ze in 1912 naar Amsterdam vertrok. En daar volgde ze een opleiding tot correspondente en vond ze een baan bij een Duits handelskantoor. Het eerste jaar in Amsterdam woonde ze bij een oom en tante. Die oom was conciërge bij de gemeenteuniversiteit. En uit de brieven die ze toen wel gelukkig regelmatig begon te sturen aan haar ouders en die ook bewaard zijn gebleven. Uit die brieven weten we dat ze behoorlijk op die oom en tante neerkeek. En dat ze daar ook heel graag weg wilde, want ze vond het daar niet chic genoeg. En in 1913 vond ze tot haar grote vreugde een mooie kamer bij een zekere mevrouw de Munk. En mevrouw de Munk was een respectabele weduwe van een rijksambtenaar. Mevrouw de Munk woonde in een vrij groot huis aan de rand van Amsterdam, of toen aan de rand van Amsterdam, samen met nog een studerende zoon en een dochter die nog naar de middelbare school ging. En uit die brieven die ze in die tijd heeft geschreven blijkt ook weer, behalve uit het dagboek, ook in deze brieven weer, hoe sociaal ambitieus dus ook Setske was. En ze schrijft dan ook de hele tijd met die mevrouw de Munk en ging ze ook weer naar het toneel en met haar nieuwe vriendinnen maakte ze dan van die keurige visites. Ze lazen Engelse romans samen en ze converseerden zelfs in het Engels. Hier is een foto uit die tijd, daar is zij rechts, zit ze daar, en links een van haar nieuwe vriendinnen. Maar wat je ook in die brieven leest, is dat je, dat Setske, ze heeft het daar ook voortdurend over andere mensen en je ziet hoe ze daar zowel de lagere als de hogere klasse, om het zo maar even te noemen, gebruikte om haar eigen plaats in de middenklasse te veroveren. Want in die brieven, daar maakt ze vooral mensen uit de lagere milieus, zoals dienstmeisjes en arbeiders, behoorlijk belachelijk en wat ze later ook in haar romans deed trouwens. Maar ze zette zich ook af tegen de hogere klasse. Zoals in een van de brieven noemt ze de adellijke familie in Oranjewoud, de firma Ploertica. Daar had ze een enorme hekel aan.
En tegelijkertijd trok ze zichzelf, de middenklasse of de iets wat hogere klasse in, door al die goed burgerlijke manieren en die beschaafde gewoontes van mevrouw de Munk over te nemen. Nou, nu woonde bij dat gezin de Munk ook een jonge landmeter en een reservist bij het leger. Dat was een vriend van de zoon van mevrouw de Munk. En die jongen die noemde zich Leo Beek. Die was in 1893 als Leon Beek in de Lepelstraat in Amsterdam geboren. En hier hebben we een foto van hem. Knappe jongen. En die Lepelstraat lag destijds aan de rand van de Joodse buurt. En Leo was dan ook de zoon van Joodse ouders, die inmiddels gescheiden waren, wat in die tijd natuurlijk niet zo heel erg vaak voorkwam. En Leo was er niet alleen alles aan gelegen om dat niet publiek te maken, maar hij wilde ook heel graag zijn Joodse afkomst verhullen. Daarom liet hij die N uit Leon vallen en vertelde hij aanvankelijk aan Sitske dat zijn ouders in Den Helder woonden. Want Leo en Sitske, u begrijpt het al, die waren verliefd op elkaar geworden en verloofden zich rond 1914. Nu, die pogingen van Leo om zijn Joodse afkomst te verhullen, die moet je in hetzelfde kader plaatsen als Setske's verhuizing naar Amsterdam en haar intrek bij het gezin de Munk. Leo was minstens zo sociaal ambitieus als Setske. En afgezien daarvan waren er natuurlijk in die tijd genoeg redenen om je van het Jodendom af te keren. En dat gold vooral voor degenen die in de Amsterdamse Jodenbuurt waren geboren. Het was een ontzettende armoedig wijk. Veel besmettelijke ziektes, dat soort dingen. En afgezien daarvan was er op allerlei gebieden sprake van antisemitisme in de politiek, in winkels, cafés, in romans in die tijd, bij de Amsterdamse tennisclub, daar mocht je als Jood niet lid van worden, en ook in het leger. Maar Leo was dus zeer ambitieus en die wilde ook graag het leger in. Hij heeft het zelfs jonger, op een jongere leeftijd gedaan dan hij dat hoefde. Die wilde dus absoluut niet met de Jodenbuurt geassocieerd worden. En dat is waarschijnlijk ook een van de redenen waarom hij in 1914 naar Amerika vertrok. En het plan was dat Setke zou nakomen zodra Leo daar werk had gevonden. Ze waren bijna geëmigreerd. Het kwam zover niet, omdat de Eerste Wereldoorlog uitbrak. En Leo Beek daarop besloten om in Amerika een aantal Nederlandse dienstplichtigen te verzamelen, met wie hij met de hulp van de Nederlandse ambassade in 1914 naar Nederland terugkeerde. Hij werd dus gemobiliseerd en in 1916 trouwden ze, Setske en Leo, in Amsterdam, in bijzijn van Setske's ouders, maar zonder de familieleden van Leo. Nou, na het huwelijk vertrok Leo weer naar zijn legerplaats en Setske verhuisde mee naar haar ouders en onderwijzer in Heerenveen, waar haar vader een nieuwe baan als hoofdonderwijzer had aangenomen. En was natuurlijk helemaal geen geld. En om geld te verdienen ging Setske verhalen schrijven en die ze toen al onder het pseudoniem Sissy van Marksveld verkocht aan verschillende weekbladen. Nou, daarna nog een hele tijd van heen en weer verhuizingen, maar uiteindelijk verhuisden Leo en Setske met hun eerste kind, dat intussen was geboren, naar Amsterdam. En daar werd ook het tweede kind geboren. En hier een wat bekende foto van Sissy van Maxveld en haar twee zoons. Intussen had ze in 1917 haar eerste twee romans geschreven. De eerste heette Game and Set. En het andere heet Het Hoogfatsoen van Herr Feuer. Was een beetje gebaseerd op haar ervaringen op haar kantoor. Twee jaar later, dus 100 jaar geleden, verscheen de HBS-tijd van Joop de Hul. En daarna publiceerde Van Marksveld tot 1938 bijna elk jaar een nieuwe roman. En behoorlijk wat korte verhalen. Die romans van Sissy van Marksveld, die werden over het algemeen goed besproken en ook goed verkocht. En in de jaren 20 en 30 stond vooral de Joop de Hul-serie steeds bovenaan de lijst van populairste boeken van scholieren. Met Leo ging het wat minder riant. Hij werd na de Eerste Wereldoorlog eerst procuratiehouder van een agentschap in textiel. Daar werd hij dan een paar jaar later eigenaar van, maar dat blijkt
helemaal niks te hebben opgeleverd. En hij haalde echt meer eer en glorie uit zijn loopbaan als reservist. En ik denk echt dat het met dat hele agentschap eigenlijk alleen maar op papier nog iets was. Ik weet ook dat hij in die tijd erg veel schulden maakte. Vandaar dus dat Sissy van Marksveld in deze tijd kostwinster was. Nou, dat duurde tot ongeveer 1927 toe Leo van Beek een goede baan kreeg bij de Bijenkorf. En eind jaar 20, de tijd waarin dat eerste interview, of de eerste interviews met Van Marksveld verschenen, toen leek het eigenlijk op alsof het echtpaar het gemaakt had, zoals dat heet. Leo had dus een solide baan en Van Marksveld was een gevierd schrijfster geworden. En ze woonde intussen, net als het personage Joop de Hul, in Amsterdam-Zuid aan het Vondelpark. Dus dat was en is nog steeds op stand. En deze tijd ook begonnen ze te reizen. Ze gingen naar Frankrijk en naar Italië. Ze dachten erover na om een auto te kopen, weet ik uit brieven. En ze dineerden vrij regelmatig in het Amstel Hotel, waar de man van een van Van Marksveld's beste vriendinnen, de schrijfster Emmy Bellefante, directeur was. En hier, oh, dat is nog even de Joop de Hul-serie. Dat zijn alle vier delen in de originele uitgave. En hier hebben we Leo, een stuk ouder, zeer trots zittend op een auto die niet van hem was trouwens. Wat hij wel graag wilde suggereren. Nu had dat echtpaar Beek de Haan één probleem. Ze hadden statusangst, zoals dat heet. Want wie in korte tijd de sociale ladder omhoog stijgt, die is bijna altijd of was bijna altijd bang daar weer van af te vallen. En dat, denk ik, verklaart waarom Van Marksveld zich in haar openbare interviews altijd heel nadrukkelijk als de vrouw van een succesvolle zakenman uit Amsterdam-Zuid presenteerde. En dat is waarschijnlijk ook voor een groot deel de reden waarom vooral Joop de Hul zich afspeelt in een zakenmilieu uit de hogere middenklasse. Goed, dat is dus een antwoord op de vraag waarom zo presenteerde ze zich altijd als iemand uit een hogere klasse dan ze werkelijk kwam. Maar nu nog die andere vraag, waarom haalden ze dan haar werk steeds naar beneden? En om antwoord op die vraag te krijgen, moet je naar de status van vrouwelijke auteurs in het interbellum kijken. Want in die tijd bestond er behoorlijk wat kritiek op populaire schrijfsters, als Van Marksveld, omdat die met hun bestsellers de literatuur met een grote L zouden bederven. Een van de grootste critici van die populaire vrouwelijke auteurs was Menno ter Braak, die er bovendien van overtuigd was dat vrouwen geen echte literatuur konden produceren. En volgens de schrijver Anthony Donker waren schrijvende vrouwen destijds een geheel nieuw fenomeen dat niets aan de kwaliteit van de Nederlandse literatuur toevoegde. Integendeel, ons land, schreef hij in 1930 in een artikel in het tijdschrift Kritisch Bulletin, telt circa 100 dames die met een breipen romans haken. Ja, wat doe je met zulke kritiek? Heel veel vrouwen die kritiek voor wilden zijn, die namen echt de vlucht naar voren en die stelden dan in het openbaar dat ze best wisten dat ze helemaal geen literatuur schreven. He, gewoon vrolijke verhaaltjes. Zoals Van Marksveld dus steeds in het openbaar zei dat ze helemaal geen romans kon schrijven. Maar die hele ontkenning van haar schrijverschap had ook met haar sociale ambitie te maken. Want wie zich toegang wil verschaffen tot een hogere klasse, zoals in dit geval, die voelt altijd een noodzaak om duidelijk zichtbaar te maken dat hij of zij tot die klasse behoort. Trouwens, het geldt ook voor mensen die een klasse naar beneden willen. Die moeten dat heel uitdrukkelijk doen. En ik denk dat je dat proces kunt vergelijken met iemand die niet religieus is opgevoed en dan als volwassene lid van een kerkgenootschap wil worden. Zo iemand zal zich over het algemeen niet gaan aansluiten bij een Joodse liberale gemeente of bij een progressieve hervormde gemeente waarin men al aarzelt om het woord geloof in de mond te nemen. Nee, zo iemand die sluit zich aan bij een orthodox-Joodse gemeente of wordt zwaar Rooms-Katholiek en dan ook heel vaak werkt letterlijk Rooms aan de paus. Want hoe moet je anders gelovig worden en hoe kun je anders laten zien dat je iets heel anders bent geworden?
Nou, en ik denk dat de overgang van een lagere naar een hogere sociale klasse en omgekeerd op een vergelijkbare manier gebeurt. Wie hoger op wil, die past zich echt heel nauwgezet aan de geschreven gewoontes en de gebruiken en levensstijl van een hogere klasse aan. En ik denk ook dat het daarom voor Van Maxveld en haar man heel belangrijk was om hun achtergronden en hun leven beduidend mooier voor te stellen dan die in werkelijkheid waren. En dat deed Van Maxveld ook met behulp van haar pseudoniem, want dat verwijst, zoals dat heet, naar een oude familie, een familie van Maxveld, maar dan met een T, uit Overijssel. Dat was een adellijke familie en een van de hofdames van Wilhelmina was een, of in die tijd, was een telg uit die familie. Maar nog belangrijker is dat Van Maxveld zich ook moest aanpassen aan de idealen. Ik zeg niet de werkelijkheid, maar de idealen van de hogere middenklasse. En een van die idealen was dat getrouwde vrouwen geen betaald werk hoefden te doen. En dat zij de hoedsters waren van een gelukkig gezin. Met andere woorden, dat hun mannen zich in de openbare sfeer bewogen en zij binnen de muren van het huis als verzorgster van man en kinderen met een bescheiden en onschuldige vrije tijdsbesteding. Nou, zo was de verdeling in Huizenbeek de Haan dus niet, maar zo wilde Van Maxveld dus wel dat de buitenwereld dat geloofde. Nou, dan was er ook nog een andere middenklasse-ideaal waaraan Van Maxveld zich hevig aanpaste en dat is het bildungsideaal, het ideaal van geestelijke vorming aan de hand van de kanon. En daarom denk ik komen in haar, echt in al haar romans voortdurend verwijzingen voor naar vreemde talen, naar klassieke literatuur en, naar, en vooral veel naar klassieke muziek. Ook populaire, maar ook veel klassieke muziek. En er zit echt ongelooflijk veel muziek in haar boeken, als je erop let. En de meeste personages die strooien met echt met Duitse, Franse, Britse uitdrukkingen. Ze zingen bijvoorbeeld Heine's Lorelei, ze citeren uit Shakespeare of ze maken gedichten in het Frans, zoals Joop de Hulde doet. Nog 2 minuten, dat haal ik niet, maar ik zal mijn best doen. Maar goed, daarmee is het verhaal niet ten einde, want ze gebruikt haar boeken niet alleen om zich als lid van de hogere middenklasse te presenteren, maar ook om haar sociale dromen te verwezenlijken. Haar verhalen uit die mensen, van die mensen uit deze klasse, waar, zoals je het noemt, autobiograaf-fictie. De wereld van Joop de Hul was een droomwereld, of haar droomwereld, die dankzij de veelgelezen boeken dus ook op haarzelf afstraalde. Nou, nu kun je je voorstellen dat al die gefingeerde verhalen over haar afkomst en haar ontkenning van haar schrijverschap ook tot een soort spanning leidde. Hè? Ze had immers een beroep uitgevoerd en geleerd. Ze was een beroemd schrijfster geworden en ze had, of ze heeft heel lang de kost voor haar gezin verdiend. Hoe ging ze met die tegenspraak om? En terwijl ik onderzoek deed, dacht ik steeds, heeft ze dan helemaal geen trots? Maar ik kwam tot de conclusie dat ze die wel degelijk had. En die bracht ze dan wel niet in het openbaar tot de uitdrukking, maar wel in haar romans. Want anders dan heel veel mensen denken, komen daarin ook heel veel vrouwen voor die een min of meer zelfstandig leven leiden, betaalde banen hebben en met plezier uitoefenen. Nou, maar om dat op het spoor te komen, op die vrouwen, ook die zelfstandigheid van die personages op het spoor te komen, dan moet je haar romans tegenlezen, zoals het heet. Dus je moet ze op een andere wijze duiden dan je in eerste instantie geneigd zou zijn. Nou, dat geldt voor een groot aantal boeken die ik nu even zal overslaan. Maar ik zou het hebben over het lange leven van Joop ter Hul. En daar komen we nu eindelijk bij aan. Ik ben bijna klaar. Joop ter Hul is 1 minuut. Is heel vaak bekritiseerd. In het interbellum gebeurde dat vooral vanwege die sociale status en de neerbuigende manier waarop ze met arbeiders omgaat. En dat is, die kritiek is geheel terecht. En in de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw werd ze vaak verguisd omdat ze in de laatste 2 delen van de serie zo'n heel traditioneel leven als huisvrouw zou leiden. Hè, ondergeschikt aan man en kind. Maar dat is niet terecht. Joop lijkt zich te schikken naar de wensen van haar man, maar als je de serie tegenleest, dan besef je dat het schijn is. Joop blijft wie ze is, ook in haar huwelijk, relativerend en rebels. En als ik dit nog even mag zeggen, volgens de literatuurwetenschapster Pamela Patinama komen in de boeken van Van Maxveld, maar vooral in de Joop de Hul-serie, steeds allerlei storingen voor. Bijvoorbeeld
Enkele van u kennen vast de beroemde scène met de zoen van Leo. En Joop is verliefd op iemand die niet toevallig Leo heet. En op een gegeven moment wil die haar zoenen. En terwijl dat gebeurt, voelt Joop eigenlijk alleen maar dat er een drukkertje op de jurk of de blouse knapt. En met die scène verstoort ze eigenlijk. Verstoort ze de scène. Zet die hele romantische scène, zet ze daarmee op losse schroeven. En Patinama zegt, die storingen die komen zo vaak voor dat ze als het ware een tweede verhaal vormen. Een verhaal, zegt Patinama, van rebellie en verzet tegen de ondergeschikte positie van vrouwen. Zoals die in de serie door mannen als Leo worden geëist. En daardoor, zegt Joop de Hul, zegt Patinama, daardoor zit ook Joop de Hul, en ik citeer nog even, in het nationale culturele geheugen opgeborgen, niet in haar uiteindelijke rol van keurige huisvrouw en moeder, niet als volwassen vrouw die zich gewonnen heeft moeten geven, maar als de eeuwige adolescente en vrouwelijke rebel. Nou, zo maakte Van Marxveld het dus ook voor haar lezeressen aantrekkelijk en mogelijk een zekere zelfstandigheid na te streven. En omdat een groot deel van haar boeken eigenlijk nooit niet is uitgegeven, en al haar boeken sinds eergisteren, dus 75 jaar na de sterfdatum van Van Marxveld, vrijelijk gepubliceerd mogen worden, hoop ik dat zoveel mogelijk komende generaties meisjes en ook jongens zich door Puk, Babs en Marijke, maar vooral door Joop zullen laten inspireren. Dank u wel.